Het Amazone Conservation Team Suriname, ACT, speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van het COVID-19-virus in het diepe binnenland. Romano Jalim Singh, communicatiecoördinator ACT, zegt dat sinds het eerste geval zij de inheemse gemeenschappen direct hebben geïnformeerd. Daarbij is de informatie vertaald naar hun eigen taal. Jalim Singh zegt dat niet alleen de taal een uitdaging is, maar ook de infrastructuur. We hebben vanaf het eerste geval ervoor gezorgd dat we belangrijke informatie rondom COVID-19, wat is COVID-19, hoe kun je besmet raken, hoe kun je ervoor zorgen dat je dit voorkomt, allemaal, laten we zeggen, samengevat. We hebben posters gemaakt, we hebben video's gemaakt, allen in dus lokale taal en dit zoveel als mogelijk verspreid via social media en andere kanalen. Sommige gemeenschappen hebben geen bereik, mobiele netwerkbereik. Andere kun je alleen via dus de radiotelefoon bereiken en dat is dan ook nog, brengt ook nog uitdagingen met zich mee, want als het bijvoorbeeld slecht weer is, dan kun je de mensen niet bereiken. Enkele van de inheemse, nou niet alleen de inheemse, maar enkele gemeenschapsleden waren in de stad toen het geval zich voltrok en de maatregelen werden aangekondigd. Dus ze zagen inderdaad dat er iets nieuws speelde. Winkels waren gesloten, mensen waren een beetje broeien, om het zo te zeggen. Dus deze mensen die terug zijn gegaan, hebben dus ook beter kunnen vertalen naar dus de rest van de gemeenschap. Jalim Singh zegt dat de situatie in het binnenland hemelsbreed verschilt met dat van de stad. Daarom worden de mensen die positief getest zijn niet naar de stad vervoerd, maar worden ze in hun eigen omgeving behandeld door een team van de medische zending. Mensen die dus verdacht worden te zijn van positief geval, zouden worden er swaps uitgevoerd. In het geval van Sipaluni, om concreet te zijn, is er dus een missie geweest naar Sipaluni. De mensen hebben die swaps afgenomen. Het is geanalyseerd in Paramaribo. En nadat gebleken werd dat dus de mensen positief zijn, is er dus dan nazorg/behandeling op locatie zelf. Dus er is niet ervoor gekozen om de mensen naar Paramaribo te brengen. Mede vanwege dat het een ander milieu is. Het is niet wat de lokale inheemse mensen gewend zijn. Dus ook mede vanwege respect voor hun leven en cultuur is er dus hoogwaarschijnlijk ook ervoor gekozen om op locatie de mensen te behandelen. Dus van de informatie die wij hebben vanuit de medische zending is dat op locatie behandeld wordt en dat er daar dus een veldhospitaal zo opgezet wordt. Romano Jalim Singh, communicatiecoördinator van het Amazone Conservation Team Suriname. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.